Houd het goed eens bij aan. Wat is los dan? Wat zie je? We zijn met een aantal collega's een horeca-oefening aan het doen. Dat doen we hier op locatie omdat we het liefst trainen in een gebied waar we ook werken. En op die manier kunnen we zo realistisch mogelijk zaken intrainen. Als ik voor mezelf spreek, want ik kan niet voor de rest spreken, het is altijd spannend. Hond zien geen onderscheid tussen uniform of een gewone jas, om het zo maar te zeggen. Dus je moet altijd even opletten wat je doet. Dat is ook de reden waarom we hier oefenen met de hondengeleiders samen. Zodat we ook op een goede manier met elkaar een aanhouding kunnen doen. En dat ook kunnen overnemen van de hondengeleider. Dus hond die maakt geen onderscheid in mensen.